Hey Laba, hier ben ik weer. Welkom bij Ask Me Anything. In deze live video en elke andere Ask Me Anything live video beantwoord ik jouw vragen over het thema van de maand. En het is de maand juli 2018. En het is de maand van de verdienmodellen voor freedompreneurs. Dus ik beantwoord al jouw vragen met betrekking tot verdienmodellen. En de vraag die ik in deze video ga beantwoorden is een vraag van Leen. En ik neem ze er even bij, want het staat hier op mijn computer. Leen vraagt, ik werk nu deels nog uurtje factuurtje. En heb al een eerste inkomen op automatische piloot, een e-book. Cool. En een tweede komt eraan. Super cool, Leen. Alleen zijn dit laag geprijsde producten, omdat ik me hiermee naar particulieren richt. En moet ik dus ook grotere aantallen halen voor een goede omzet. Mijn vraag zou zijn of het verdienen op automatische piloot, en enkel dat, ook zou werken voor particulieren. Misschien is het mindset van mij dat je minder hoog geprijsde producten kan verkopen. En als ik mag, nog een tweede vraag. Hoe je de tijd creëert om schaalbare producten te maken, terwijl je nog een groot deel van je tijd uurtje factuurtje werkt. Ik heb er nu bijna 2, maar het gaat me niet snel genoeg. Dat ken ik, Leen. Dat gaat bij mij ook nooit snel genoeg. Er zijn een aantal vragen in jouw vraag, Leen. En ik heb het een beetje uitgesplitst in eigenlijk 3 topics die ik graag met jou even had doorgenomen. Het eerste is jouw statement waarbij dat je zegt dat je je richt naar particulieren en dat dat dus wil zeggen dat dat laag geprijsde producten zijn. Nu, Anne had ook al als comment gegeven, zeer terecht, dat dat niet noodzakelijk waar is. Dat het niet betekent omdat je je aan particulieren richt dat jouw prijs laag geprijsd moet zijn. Dat klopt helemaal niet. Ik denk dat dat een limiting belief is dat je in je eigen hoofd hebt gestoken. Want ook particulieren geven ontzettend veel geld uit wanneer ze het hebben aan allerlei dingen. Dus het feit dat je zegt van ik werk voor particulieren, dus by default laaggeprijsde producten, klopt helemaal niet. Wat wel natuurlijk klopt is, als je een high-end prijs vraagt, dan moet je een high-end doelgroep gaan aantrekken. Of dat dan nu particulier is of zakelijk is. Als je een low-end price point hebt, wel, dan moet je natuurlijk een doelgroep gaan aantrekken die aangetrokken is tot goedkopere producten. Dus dat is punt nummer 1, Leen. Dus weet heel goed wie dat je meest ideale doelgroep is en zorg dat je een prijs zet die daarmee overeenkomt. Niet laag, niet hoog, whatever matcht met jouw meest ideale doelgroep. Dus dat is nummer 1. Leen, dus laat u zeker niet afschrikken door het feit dat je aan particulieren verkoopt. Particulieren kopen ook huizen van 1 miljoen euro en jachten en Ferraris van, I don't know what, ik weet niet wat een Ferrari kost. Maar particulieren kopen ook Ferraris en kopen ook Opel Corsa's. Hè? Dus zie het eerder als zijnde high-end price, high-end doelgroep, low-end price, low-end doelgroep. Dat is punt nummer 1. Punt nummer 2, en daar heb je natuurlijk wel gelijk in, wanneer dat je zegt van kijk, als ik een low-end product heb, een low-price product hebt, zoals bijvoorbeeld een e-book meestal het geval is, of eender welk boek over het algemeen een lage prijs heeft, dan is het natuurlijk wel zo dat je groter volume moet draaien om er op het einde van de rit iets aan over te houden. Hè. Als je een e-book verkoopt aan 5 euro of 10 euro per stuk, wel, als je zeg maar 10.000 euro omzet wil draaien, wel, dan moet je heel veel stuks verkopen. Hè. Iets anders dan wanneer je een product verkoopt van 10.000 euro, wel, dan moet je er maar eentje verkopen om je effectieve omzet die je wenst te gaan bereiken. Nu, ik ken dat scenario heel goed, Leen, want ik heb zelf ook een e-book en mijn Get Real Book is er zowel in e-book als in paperback. En inderdaad, dat is een relatief low-priced product. Ik denk dat het e-book iets van een 8,5 euro kost of zo en de paperback inclusief verzending 24 euro. Wat wil dat zeggen? Wel, dat wil zeggen dat je inderdaad veel volume moet draaien.
En allez, je moet dat natuurlijk niet. Maar als je er iets aan wilt overhouden, wilt je natuurlijk wel wat volume kunnen draaien. En mijn strategie daarin, Leen, is altijd geweest om eigenlijk van in het begin ervoor te zorgen dat ik de manier waarop dat ik mijn boeken verkoop, dat dat zoveel mogelijk geautomatiseerd is. En de manier waarop dat ik aan marketing doe voor mijn boek, dat dat ook zoveel mogelijk geautomatiseerd is. Dus ik ga je een voorbeeld geven. Als mensen bij mij een e-book kopen op mijn website, dus mijn website is de plek om dat te kopen, eigenlijk het volledige proces. Vanaf de salespagina, tot en met het betalen, tot en met het ontvangen van een factuur, tot en met het ontvangen van het e-book, tot en met de customer service achteraf, tot en met het vragen van een review, wanneer dat ze het boek effectief gelezen hebben. Wel, al die dingen samen, alleen dat verloopt volledig geautomatiseerd bij mij. Ik steek daar dus echt letterlijk geen minuut werk in. Dus dat is belangrijk om te weten, want dat zorgt er ook voor dat ik veel volume kan draaien zonder dat ik zelf, ja, mezelf helemaal verloren loop in e-mailtjes beantwoorden om zeg maar PDF-files naar mensen door te sturen omdat ze mijn e-book gekocht hebben. Dus dat is nummer 1. Nummer 2 is naast je sales ook je marketing zoveel mogelijk te gaan automatiseren. Dus ik weet niet hoe dat jij jouw boek verkoopt of aan de man brengt, Leen, maar bij mij gaat dat eigenlijk voornamelijk via mijn Facebookpagina van mijn boek Get Real. En ik zorg ervoor dat er op zeer regelmatige basis posts verschijnen met quotes, een video, een review dat iemand geschreven heeft, een blogpost die iemand geschreven heeft over het boek, een foto die iemand gepost heeft die dan op de Facebookpagina terechtkomt. In het begin is dat een beetje werk om die content te creëren, maar eigenlijk op dit moment wordt al die content op de Facebookpagina gewoon gerecycleerd, Leen. Dus alles wat je vandaag ziet verschijnen op die Facebookpagina zijn posts die al in januari ingepland geweest zijn en die ook vorig jaar al ergens eens een keer gepost geweest zijn op die pagina. Met andere woorden, dat marketinginstrument dat loopt eigenlijk volledig vanzelf. Daarnaast doe ik ook heel veel mond-op-mond reclame, maar daar kan ik eigenlijk zelf niet veel aan doen. Dat kan alleen maar doordat je natuurlijk een leuk boek geschreven hebt of een fijn boek geschreven hebt. En ik ga ervan uit dat dat bij jou ook het geval is, Leen, waar mensen graag over vertellen en dat graag willen delen binnen hun eigen netwerk. Dus mijn tip nummer 2, Leen, is denk erover na hoe dat je jouw sales en marketing voor jouw boek zoveel mogelijk op automatische piloot kunt zetten, zodat je volume kan draaien zonder dat jij zelf heel actief heel veel tijd erin moet steken. En begin sowieso in eerste instantie met je sales op automatische piloot te zetten. Net ook voor jouw paperback, als je jouw paperback verkoopt. Is het nu via bol.com of via Amazon? Wel, besteed eventueel dat werk uit, zodat iemand voor jou die bestellingen kan gaan managen. Is het iemand, een VA, die dat doet voor jou? Of is het bol.com die het doet voor jou? Of Amazon die het doet voor jou? Zorg dat het order fulfillment proces voor je paperback en je e-book volledig geautomatiseerd verloopt, zodat je dat volume effectief kan draaien en zodat je effectief de vruchten kan plukken van jouw harde werk. Want een boek schrijven, Leen, dat is gewoon ontzettend, ontzettend veel werk. Dus dikke proficiat dat je dat gedaan hebt. Jouw derde, of liever het derde ding dat ik met jou wou delen, Leen, was jouw vraag met hoe creëer ik tijd? Hè? Hoe zorg ik dat ik tijd creëer om bezig te zijn met het creëren van schaalbare producten? Wel, Leen, helaas, niemand van ons kan tijd creëren. We zijn allemaal 24 uur per dag dat we ter beschikking hebben, zowel jij als ik, als iedereen rondom ons. Dus tijd creëren. Dat doen we niet. We hebben er gewoon 24 uur per dag ter beschikking. Nu, wanneer mensen mij vragen hoe ze tijd kunnen vinden om iets te doen, dan heb ik eigenlijk altijd twee of eigenlijk één antwoord voor hen. Namelijk een quote die ik van Tim Ferriss heb overgenomen en die zegt van: People who don't have time, they do not have priorities. En ik denk dat dat waar is. We hebben allemaal maar 24 uur tijd, dus spendeer die tijd aan de dingen die prioriteit zijn. En als jij vandaag de dag
geen tijd vindt om aan een schaalbaar product te werken, dan wil dat eigenlijk op fond zeggen dat jouw prioriteit daar niet ligt. En je haalt het ook een beetje aan, Leen, je zegt van ja, ik heb natuurlijk mijn uurtje factuurtje werk dat ik moet doen en dat slorpt ontzettend veel van mijn tijd op. Wel, als dat het geval is, Leen, dan kan je eens misschien gaan kijken naar hoeveel het minimum aantal uren zijn die je vandaag de dag moet werken via jouw uurtje factuurtje businessmodel om sowieso alle rekeningen die je vandaag de dag te betalen hebt ook effectief te betalen. Het kan soms zijn, of het is meestal zo, dat wanneer dat je een schaalbaar product gaat ontwikkelen of een nieuw product, toekoer, leen, dat is een investering die dat je doet, hè, in je bedrijf. En een investering wil zeggen niet alleen qua tijd, maar ook financieel. Je gaat er kosten in steken om het ding te ontwikkelen, maar je gaat misschien ook inboeten in omzet die je op dat moment aan het genereren bent, omdat je minder uren gaat werken voor je klanten. Ik ga je een voorbeeld geven, Leen. Ik heb altijd een consultancy business gehad, klassiek uurtje factuurtje model. Ik ben zeker van haar zaak als een soort van hobbyproject gestart vanuit het idee dat ik vrouwelijke ondernemers wou verbinden met elkaar. Op een bepaald moment zat daar potentieel in en moest ik en wou ik daar veel meer tijd in gaan investeren. Maar dat wou ook zeggen dat als ik dat ging doen, als ik die tijd ging investeren, dat ik die tijd niet meer kon investeren in klantwerk. Dus ik heb daar een gigantische drop gezien in mijn omzet. Weliswaar tot op een niveau dat wel haalbaar was natuurlijk voor mij. Maar ik heb ingeboet op omzet om te kunnen investeren in die nieuwe business die ik aan het uitbouwen was, in dat nieuwe netwerk dat ik aan het uitbouwen was. Dus ik zeg altijd van wil je gaan voor short-term cash of wil je gaan voor long-term gains? Dus dat is iets om over na te denken, Leen. Als je vindt dat je niet genoeg tijd creëert om aan die schaalbare producten te werken, wel, kijk dan eens een keer wat het minimum uurtje factuurtje, de minimum aantal uren zijn die je moet werken om een bepaald niveau te halen, om gewoon je rekeningen te kunnen betalen en zo verder. En zorg er dan voor dat je niet meer werk aanneemt dan dat. En doe dan het werk om die schaalbare producten te creëren in de nieuwe, vrije, gecreëerde tijd die je voor jezelf dan gemaakt hebt. Kunt je dat niet, zegt je van, kan niet minder klantwerk aanwerven dan dat ik nu doe, want dat is echt nu al op dit moment het minimum. Wel, zorg dan dat je hustelt tijdens het weekend, tijdens de avonden. Zit niet te Netflixen, zoals Gary Vee dat zegt. Zit niet te Netflixen, te binge-watchen voor 3 uur. Maar zet je gewoon 1,5 uur, 2 uur of 3 uur aan je bureau op zaterdagavond. En creëer dan dat product dat je graag wil gaan creëren. Voilà, Leen. Dat zijn mijn 3 tips voor jou. Ik zal ze nog even samenvatten. 1. Val niet in de trap van limiting beliefs. Dat je denkt, ik werk voor particulieren, dus mijn prijzen moeten laag zijn. Dus dat is een limiting belief. Forget about it. High-end pricing, high-end customers. Low-end pricing, low-end customers. Weet gewoon welk type van klant je kiest. Particulier of zakelijk heeft daar niks mee te maken. Punt 2. Lage prijs wil zeggen laag volume, dus zorg ervoor dat uw business klaar is om... Sorry, lage prijs wil zeggen hoog volume dat je moet draaien, dus zorg dat jouw business klaar is om hoog volume te draaien. En hoog volume draaien, dat doe je door zoveel mogelijk van je sales en je marketing op automatische piloot te zetten, zodat dat de machine is die zonder jou kan draaien, zodat jij niet tijd en energie moet investeren om die laaggeprijsde producten continu tot bij jouw klanten te krijgen. En 3, hoe creëer je tijd? Wel, helemaal niet. We kunnen dat niet creëren. We hebben maar 24 uur op een dag, Leen. Jij ook, ik ook. Maar zorg ervoor, heb je geen tijd? Wel, dan wil zeggen dat je jouw prioriteiten niet juist gezet hebt. Dus wilt gaan die schaalbare producten echt werken? I'm sure there is a way how to create that time or how to make that time, even when you think it is not possible. Voilà, Leen. Dat waren mijn 3 tips voor jou. Supergoeie vraag. Ik wens jou heel veel succes met het e-book dat je nu al hebt en met het nieuwe schaalbare product dat je aan het ontwikkelen bent. Heel veel succes en denk vooral goed na hoe je die sales op automatische piloot zet en hoe je die marketing op automatische piloot zet. En vraag de juiste prijs liever. Hè. Volgende maand
binnen volgende week dus al, gaan we het hebben over prijszetting. Dus hou zeker ook volgende maand, zeker van haar zaak, in de gaten, Leen. Want dan ga je van alles leren over prijszetting. En misschien ook wel een strategie ontdekken die je kan helpen om jouw prijs omhoog te doen. Heel veel succes, Leen. Een heel fijne zondag gewenst. En ik zie voor wie aan het kijken is, jullie misschien later terug vandaag in een andere Ask Me Anything video over verdienmodellen voor freedompreneurs. Heel fijne zondag gewenst. Ciao, dadah.